Een deel van de militairen die betrokken was bij een verkeersongeval in Frans-Guyana wordt momenteel in het buurland medisch behandeld. Defensieminister Krishna Kumari Mathura zei gisteren aan journalisten dat een team vanuit Suriname onderweg is naar de manschappen in Frans-Guyana. Nee, ze zijn niet terug. Ze zijn in Frans-Guyana. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis en ze worden behandeld. We zijn in contact met hun en met hun familieleden. Vandaag vertrekt toevallig een arts met een psycholoog en twee familieleden naar Frans-Guyana om ze te bezoeken en te begeleiden. De focus is op dit moment op hun herstel en te kijken wanneer ze kunnen reizen, dat ze terugkomen naar Suriname. Maar ook de begeleiding en de andere militairen die voor de training waren gegaan, die zijn allemaal teruggekeerd omdat een aantal die lichtelijk gewond waren, toch niet mee zouden kunnen doen aan de training. Dus we hebben maar de hele groep teruggehaald. Ze zijn opgevangen door de bevelhebber en hier ook begeleid. En ze zijn onder begeleiding van de artsen van het militaire hospitaal. De training gaan we later voortzetten. De betrokkenen bij het verkeersongeval betreffen volgens de minister allemaal militairen die deel uitmaken van een speciaal team. Ze zeggen dat dit team belast zou worden met missies in het binnenland. Het Frans leger gaat helpen met de training van deze manschappen.